Goeiedag, ja, ik ben maar even aan deze kant gaan staan, want op de foto ziet u lichtende nachtwolken. Hier staan ze zo'n beetje, die lichte strepen. Afgelopen nacht waren ze weer waarneembaar. Het is het seizoen voor de lichtende nachtwolken. Dat is zo rond de langste dag, een paar weken ervoor en een paar weken erna. En hoe die lichtende nachtwolken precies tot stand komen, ja, daar hebben we een mooie uitlegvideo van gemaakt. En die is ook op ons kanaal te vinden. Hier nog zo'n mooie foto met die lichtende nachtwolken hier in de lucht. Overdag geen licht onder nachtwolken. Het was op veel plaatsen weer grijs. Het regende. En er waren weer grote plassen in sommige delen van het land in het zuidoosten. Al meer dan 20 mm watergevallen. En vanavond komt er ook nog wel wat bij. Hier zien we de computeranimatie. Die neerslag ligt vanavond nog boven Nederland. Het noordwesten, daar is het wel droog. En die regen die trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. En dan gaat het opklaren en dan krijgen we morgen een mooie dag met zonnige perioden. En droog weer ook. En dat is ook wel eens fijn. Uitlopen van een hoge drukgebied ligt boven ons land. Als we iets verder gaan kijken, dan zien we op donderdag vanuit het zuiden weer nieuwe buien binnenkomen schuiven. Later op de dag zouden die kunnen vallen. Ik denk dat veel buien in de nacht vallen van donderdag op vrijdag. En vrijdag zelf ja, ook dan een lage drukgebied dat vanuit het zuiden komt opzetten. En dan moeten we er toch rekening mee houden dat er weer flink wat buien kunnen gaan vallen. En vanavond dus die regen nog, die naar het oosten gaat wegtrekken. Temperatuur ligt rond de 15, 16 graden. Misschien dat in Limburg ook nog wel een onweersbui Overtrekt. Hier en daar kan nog wel eventjes veel water vallen. Vannacht dan wordt het op de meeste plaatsen echt wel droog en gaat het vanuit het noordwesten opklaren. Temperatuur ligt rond de 12 graden. En dan morgen overdag een mooie dag, zoals gezegd, met zonnige periode. Temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 21 graden. In Limburg eerst nog wel veel bewolking, maar dat trekt ook weg. Ook daar gaat later op de dag de zon schijnen. Ja, donderdag, dat is toch wel lang een mooie dag met zonnige perioden. Alleen later op de dag, dus kans op die buien. Mogelijk ook met onweer in het binnenland. Temperatuur loopt op naar zo'n 20 tot 22 graden. In het noorden blijft het waarschijnlijk een graadje koeler door die noordelijke wind. Vrijdag meer buien, wel temperaturen nog boven de 20 graden. En ook zaterdag moeten we er rekening mee houden dat er toch nog wel hier en daar een bui valt. Hoewel die buien wel wat minder actief zijn. Gaan we ook even naar de pluim kijken? Want veel mensen die zijn ook wel op zoek naar temperaturen richting de 25 graden. Het lijkt erop dat dat volgende week wel moet gaan lukken in de loop van de week. Hier zien we die pluim. Temperatuurlijn, die komt toch wel in de buurt van de 25 graden. Maar we zien dat er ook nog wat ruimte aan de bovenkant zit van die temperatuurlijn. Met andere woorden, er zijn al wat opties die door die 25 graden heen gaan. Hoe ziet het dan met de neerslag? Nou, dat ziet er ook best wel goed uit. We hebben eerst nog te maken met die dagen met buien, donderdag, vrijdag, zaterdag, maar vanaf zondag toch wel overwegend droog weer. En met die hoge temperaturen daarbij, ja, dan kan het toch echt wel zomers gaan aandoen. En als de nachten dan ook nog helder zijn, kunt u misschien ook nog licht onder nachtwolken spotten. Nog een fijne dag.